Here's what I like. Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky. Following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly away. That's the only way to get that high, high, always. Goedemorgen. Wat is het koud? Man. Het heeft geregend, dus ik wil lekker rustig aan. Ik ga vandaag mijn remleidingen plaatsen. Van Hel. Mede mogelijk gemaakt door Sparks Online. Nou, ik heb dus de Hel Brakelines gesponsord gekregen van Sparks Online. De enige importeur van Hel remleidingen, worden helemaal op maat gemaakt. Iedereen zegt me dat het een heel groot verschil moet maken. Dus ik ben serieus benieuwd of dat ook zo gaat zijn. Ik heb wat filmpjes gezien over de remafstand. Die zal ik nu ook even laten zien. Dit is blijkbaar dus het verschil tussen een rubberen remleiding en een stalen remleiding. Het verschil is zo groot, dat komt blijkbaar doordat als je remt en je hebt een rubberen leiding, rubber kan uitzetten. Dus je kan niet de volledige druk naar je rem zetten, naar je remklauw. Bij een stalen remleiding, die kan niet uitzetten, dus je krijgt de volledige druk op je rem. Dit is het rubberen gevoel, zeg maar, wat je hebt, dat noemen ze ook wel sponsigheid. Dus je rem voelt dan als een spons. Dus ik ben benieuwd of dat gaat veranderen. Daarnaast gaan we ook gelijk even markeringen vervangen. Zoals jullie in de vorige vlog hebben gezien, de eerste vlog, waren die lek. In ieder geval eentje lekte redelijk erg en de andere zweet. Dus die gaan we maar gelijk vervangen. Nou, wat ik al zei, Hel is Sparks Online is de enige importeur van Hel remleidingen. Dus alle Hel remleidingen die je in de webshop ziet in Nederland, die komen van 99% van hem vandaan. Worden helemaal zelf gemaakt. Ze hebben een speciale sluiting zodat de uiteindes, volgens mij noemen ze dat banjo,
mengaansluitingen. Die kunnen nog draaien, die zijn nog flexibel. Het komt omdat ze speciale techniek gebruiken. Ik zal hier even een plaatje van laten zien. Dit is dus de techniek die ze gebruiken om die dingen samen te knijpen. En wat ik al zei, ze maken ze allemaal zelf op maat. Ik wil er nog wel een keer naartoe om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ik ben er wel serieus benieuwd naar. Laat even in de comments weten wie ook al deze remleidingen gebruiken. Stalen remleidingen in het algemeen of die sowieso die van Hel. Ik ben wel benieuwd naar wat jullie bevindingen zijn. Mijn knipplicht staat aan Pietertje. Oh, er zit nog iemand dicht achter me. Okay. Nog een keer met de herfst door de bossen gereden. Wel een beetje voorzichtig met die bladeren. Nou, ik ben er bijna. Ik zal nog wat dingetjes filmen als ik daar ben. Proberen te filmen. En dan zie ik jullie op de terugweg. Here's what I like. Jumping from a roof that is almost too high. Laying on the grass, I close my eyes. Zo. Nou, dat waren wat foto's van tijdens de installatie. Ik heb natuurlijk niet heel veel kunnen filmen, ik moest ook gewoon helpen. Dus de installatie zelf. Ik zou het persoonlijk laten doen. Vooral als je het nog nooit hebt gedaan. Dus, waar waren we gebleven? Dag en nacht verschil. We hebben ook gelijk mijn koppelingskabel gedaan. Thanks daarvoor Spark Online. Ook dat merk ik echt heel erg. Niet alleen de remmen, maar ook de koppeling is een stuk soepeler nu. Alle vloeistoffen weer ververst. Nou, dat was hem dus, de installatie. Zoals je ziet, wat een beetje geïnstalleerd. Maar dit was hem dan. Bedankt Sparks Online voor het sponsoren van deze mooie remleidingen. Het is wel veel betere remleidingen dan die ik had. Nou, wellicht meer en binnenkort meer over dit project.